keerde deze week weer terug op de toekomst na een succesvolle interlandbreak met het Nederlands elftal. En ondanks dat hij niet speelde, is hij toch positief gestemd. Ik ging hier weg met een minder gevoel, met de verliespartij tegen Utrecht. En we hebben nu al 2 keer gewonnen. Dus ja, ik voel me wel weer vol energie voor de volgende periode. Zaterdag, een bijzondere wedstrijd voor jou. Uit tegen Heerenveen. Ja, nu je het zegt, niet eens aan gedacht. Maar het is wel een bijzondere wedstrijd. Ja, we hebben mijn debuut gemaakt. 2 jaar geleden alweer. En dan gaan we zaterdag weer naartoe. We zien een debutant. Jurriën Timber, normaal gesproken de aanvoerder van de Jong Ajax, staat centraal achterin naast Blind, die dus weer terugkeert in de verdediging. Ik heb eigenlijk nog steeds hetzelfde gevoel in een van de mooiste wedstrijden tot nu toe. En ik heb daarna daar nog een wedstrijd gespeeld in de beker, 30 minuten match. Dus het ziet er wel goed uit daar voor mij. Hopelijk daar zaterdag ook. Mooi beeld, Onana en Timber, de zenuwen eruit praten, de nervositeit wegmasseren. Want natuurlijk is dit een zeer spannend moment om te debuteren voor een jongen van 18 jaar. Kun je geloven dat dat pas anderhalf jaar is? Nee, wat ik net al zei, ik dacht dat dat 2 jaar geleden was. Maar het is echt kort tijd. Er is heel veel gebeurd. Dat je zegt, ik kom nu terug van Nederlands elftal. Wat ik anderhalf jaar geleden ook niet gedacht dat ik daar nu al zou staan. Dus ja, het is wel mooi wat er allemaal gebeurt. Ja, en tussendoor Champions League, zoveel eredivisiewedstrijden, Europees kampioenschap ook. Bleef jij de ultieme jongensdroom? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel jongens zouden willen staan waar ik nu sta. En ik geniet er ook wel van, hè. Van deze periodes, van deze momenten. Van weer de aankomende periode, zaterdag tegen Heerenveen. Dan speel je weer tegen Dortmund. Ja, dat zijn momenten waarvan je moet genieten. En genieten doet hij. Zo kreeg Timber van ESPN de prijs voor talent van de maand september. En vooral zijn aanvallende manier van spelen viel op. Van de 133 passes op de helft van de tegenstander kwamen er maar liefst 127 aan. Een percentage van 95%. En dat zegt genoeg over zijn manier van spelen. Een speler die graag aanvalt, zich bemoeit met het spel, verdedigend, graag zijn mannetje opeet. En ook wel met ruimte in de rug kan spelen. Ik probeer ook steeds meer mijn leiderschap kwaliteiten te laten zien en in het team te brengen. Dus ja, daar moet ik ook nog stap in maken, maar daar zijn we ook wel goed mee bezig. Wanneer ben jij nou echt tevreden na een wedstrijd? Ja, voor verdediger voelt het lekker als je heel weinig kansen hebt weggegeven eigenlijk. Sowieso de nul gehouden. Maar vooral heel weinig kansen weggegeven, dan hebben we achterin heel erg het gevoel van oké, vandaag was een geslaagde dag. Je hebt ook wel eens aangegeven dat je niet van tackles houdt. Kun je uitleggen waarom? Ja, ik weet niet. Ik blijf gewoon liever op mijn benen staan. Dan ben ik iets zekerder van dat ik de bal wel of niet heb. En als ik hem niet heb, kan ik nog direct meerennen. En als ik lig, dan ben ik eigenlijk weg. Hoe belangrijk is die passing in jouw manier van spelen? Ja, ik denk sowieso een manier van spelen bij Ajax is het heel belangrijk. Om sowieso vast te zijn aan de bal. En ik probeer daar wel iets extra's in te brengen. In het afvallende spel. Ja, Daley Blind staat natuurlijk ook bekend om zijn passing. Heb jij het er wel eens met hem over? Of kijk je vooral naar hoe hij dat doet? Ja, ik kijk sowieso naar hoe hij dat doet. En we hebben het er wel eens over gehad. Over wat voor momenten hij dan die pass geeft. Waar hij naartoe kijkt. En daar is hij heel slim in, moet ik zeggen. Daar kan ik daar veel van leren. Wat zegt hij dan over die momenten? Wat zijn die key momenten dan? Ja, hij kiest altijd het goede moment om in te spelen of wacht net iets langer, stelt uit. Die kleine momentjes, dat doet hij heel slim en daar probeer je naartoe te kijken, zeg maar. Train je daar dan ook bewust op nu? Je probeert het ook wel na te doen, ja zeker. Ook in de wedstrijden gewoon. Ik kijk naar heel veel verdedigers, wat ik zeg, ik kijk naar Daley Blind. Ik praat ook heel veel met Martinez. Maar ook Thiago Silva, Virgil van Dijk en zelf al. Stefan de Vrij, al die jongens, Matthijs, daar kijk je gewoon heel veel naar en probeer je gewoon veel van te leren. Ja, hoe is dat in het Nederlands elftal eigenlijk? Je hebt zoveel goede verdedigers daar. Ja, precies. Ja, die houden je ook wel in de gaten, dus die geven ook wel aan van je doet het goed. En dat is wel leuk om te horen soms. Zijn ze niet bang dat je te goed gaat doen? Nee. Het Nederlands elftal, de concurrentie is super groot en hoort erbij. Zaterdagavond dus de wedstrijd tegen Heerenveen en Timber is erop gebrand om de 3 punten mee terug te nemen naar Amsterdam. Je moet wel gewoon weer punten pakken, 3 punten. Je kan geen punten laten liggen. Concurrentie hecht in je nek. Het is sowieso een lastige uitwedstrijd. Het was een lastige wedstrijd, maar ik denk dat als we ons niveau weer halen, dat we het gewoon moeten aanpakken. Ja, en Heerenveen ligt hier dus blijkbaar? Ja, als je kijkt naar de laatste wedstrijden wel, ja zeker. En naar Heerenveen volgt de cruciale week met de thuiswedstrijden tegen Dortmund en PSV. Er moet ook natuurlijk een revanche tegen PSV. Dortmund is een prachtige wedstrijd. Ze komen eigenlijk alleen maar mooie wedstrijden aan. En eigenlijk alleen maar lastige wedstrijden.
Ja, je krijgt de berichten denk ik rondom Haaland ook wel mee, of hij fit is of niet. In hoeverre ben je daarmee bezig, of is dat, maakt dat voor jou eigenlijk helemaal niks uit? Nee, ik denk dat Dortmund heel veel goede spits heeft, moet ik zeggen. Natuurlijk is Haaland top, maar ja, ik denk als Haaland speelt, mag je ook wel letten op de andere spelers die om hem heen lopen. Hoe belangrijk is die wedstrijd tegen Heerenveen dan, om met een positief gevoel aan een cruciale week te beginnen? Ja, heel belangrijk, zeker. Maar ik denk als het zijn twee hele verschillende wedstrijden en wij kijken op wedstrijd. Dus laten we beginnen met Heerenveen en dan kijken we verder daarna.